Ik sta hier midden in een verlaten stad en ik ga de komende 100 uur hier overleven. Oké, in het vorige deel hadden we onze eigen base gevonden en klaargestoomd als slaapplek. Hadden we een visengel gemaakt zonder enig succes met een vis. Rookten we een verlaten supermarkt leeg met echt oneindig veel colaatjes. En tot slot waren we heel erg nieuwsgierig of we hierin konden gaan. Nooit een keer. Ja. Gaat dat open? Heel zwaar. What the fuck is dit allemaal? Ja, dit is nog van iemand toch, of niet? Het kan toch niet? Ja, dit is van iemand. Ja, moet die weg, denk ik. Ik hoor iemand. Echt? Ja. Ja, die wonen nog. De Loeshoek. Die wonen nog boven. Ik schrok me dood, jongen. Ik hoorde ineens stemmen. Dan zit hij gewoon in een garage. Voor alle duidelijkheid. Wij zijn ook gewoon meteen vertrokken. We hebben helemaal niks van hem gepakt. Het is echt bizar om te bedenken dat mensen hier gewoon wonen. Maar gelukkig heeft Jurre die stemmen op tijd gehoord. Waardoor we de confrontatie met die mensen niet aan hoeven te gaan. Oké, we gaan Siet even bellen. Even kijken hoe het met hem gaat. Nou, daar heb je hem toevallig. Yo, bro. Yo, hoe gaat het met jou, bro? Ja, heel veel hoofdpijn. Ja, onze Siert was nog steeds best ziek van aflevering 1. En die bedorven boon heeft hem dus goed te pakken gehad. En tevens door Revolut hebben we dit belangrijke belletje even kunnen maken. Doordat we op het vliegveld heel makkelijk een e-sim hebben aangeschaft voor in Japan. Door middel van de gratis Revolut. Echt binnen een paar seconden heb je hem al voor een best voordelige prijs. Oké, we zitten nu ongeveer op de helft van deze survival. En nog steeds hebben we geen lekkere maaltijd gehad die vers, warm en gezond is. En daar willen wij nu dus veranderingen gaan maken om een vis te vangen met onze eigen gemaakte vishengel. En hopelijk gaat het nu wat beter omdat we letterlijk een dobber hebben en een beet waar vissen in kunnen trappen. Oké, we hebben hier ongeveer 3 kwartier gevist. We hebben nog eens een vis gezien. Nee, deze spot is niet top. Wel heel mooi, maar nee. We gaan naar een ander vispot. Let's go. Tja, op dit moment zaten we er wel echt heel erg doorheen. We waren al urenlang aan het vissen, maar nog steeds hadden we helemaal niks gevangen. Vispot na vispot. Er gebeurde gewoon helemaal niks. Totdat er dit gebeurde. Maat! Mijn hele visdraad is gewoon helemaal loesoe, man. Tja, mijn vishengel is nu letterlijk gewoon kapot. Althans, het draadje. En dus hadden we maar besloten om verder te trekken. Op zoek naar misschien een nieuwe slaapplek. We hebben cola genoeg, maar eten is echt een struggle. We hebben zojuist letterlijk 3 uur gevist. Helemaal niks gevangen. Holy shit, zie je dat, Jurre? Ja. Wat de heck? Gewoon nog stroom of zo. Tja, we voelden ons nog steeds niet op ons gemak. Er is overal in deze stad een vorm van leven, maar we hebben nog geen enkel mens gezien. Oké, ik denk dat dit het ziekenhuis is, gast. Ingang gevonden, man. Bingo. We zagen al snel kenmerken van een ziekenhuis bij dit gebouw. Dus wie weet zijn hier bedden waar we in kunnen gaan slapen. Dit is echt dunne groot. Ja. Kijk, radioactief. Dat vind ik minder. Oeh, wat is dit voor teken, gast? MRI en zo, denk ik. Volgens mij zit daar nog bloed in die transfuser. Oh. Maat. Oké. Bro. Wat vinden we hier? Een operatiekamer, gast. Dit is niet normaal. We zijn in het ziekenhuis. Hier zijn gewoon mensen geopereerd. Dit is bizar. De hele operatiekamer stond nog vol met allemaal medicijnen en spullen. Oké, we horen voetstappen, deuren bewegen. Misschien is het de wind. Of misschien horen we wel dingen die er helemaal niet zijn. We weten het niet. Oké, Jurre, wat zeg jij? Is dit geschikt voor een slaapplek? Ja, ik vind het hier wel een beetje sketchy of zo. Ik vind het eng. Het is gewoon eng. Gewoon, je weet dat hier allemaal mensen zijn behandeld en overleden zelfs in die bedden. Ja, ik weet het ook niet, man. Ik heb hier een misselijkmakend gevoel bij. No way. Bro. Wat is dit? Het zijn naalden. Babydingen? Babydingen. Ja, dit wordt mij veel te eng, gast. Ja. Dan moet die echt weg. Die zijn gewoon baby's geboren, man. Ik ga hier niet slapen. Nee, ik ga hier niet pitten. Ja, nee! Kijk, dit is een kinderafdeling. Wat? Dit is een kinderafdeling. Maar... kijk, hier leggen ze die baby's in. Nee. Oké, Jurre, wat is jouw gevoel? Hier zijn allemaal bedden. Hier kunnen we in principe gewoon op slapen. Dat is waar, man. Maar ik weet niet. Ik denk dat ik dat huis toch chiller vind, man. Zeg of eerder. Wil je nog even colaatje hier achter tikken? Dat is misschien een gek idee. Oh ja, dat geluidje. Ik heb wel even zin in, man. Nou, hi toof. Proost, man. Ja, de bedden liggen hier misschien wel comfortabel, maar de vibe was gewoon veel te eng. Dus besloten we maar weer om te gaan vissen. Ja, ons enige doel is letterlijk gewoon vers vlees op de pan. Oké, Jurre, wat de heck is dit nou? Dit is een reusachtige worm. Dit kunnen we mooi gebruiken voor ons fishing bait. Hier trappen die vissen wel in, denk ik. En hopen dat we vannacht een vis kunnen vangen, want we hebben al 3 uur lang gevist.
Ik heb van mijn moeder geleerd dat de aanhouder altijd zal winnen. En dus ook met het vissen. We hebben de vishengel, we hebben de beest. En nu is het alleen nog maar een kwestie van doorzetten. Want als je doorzet, bereik je alles. Ja bro, ik heb één. Heb je één? Ja. Oh, ik pak hem, ik kan pakken. Man, ik heb hem. Ja. Dit is een fucking vis, ja. Nee, man. Bro. Yes, we hebben eten. We hebben hem. We hebben gewoon een visje, man, met een stok. Een vis met een stok gevangen. Oh, dit hadden we nodig, gast. Vers vlees. Ik kan niet wachten om gewoon iets van voedsel in mijn lichaam te stoppen. Al het harde werken en het lopen en het vissen en weer constant creatief zijn, dat wordt gewoon beloond. Oké, en nu was het de taak om natuurlijk die vis te bereiden op ons eigen gemaakte vuurtje. Alright, nu even goed de volgorde doen. Eerst kleine houtjes en dan grote. Ja, eerst kleine houtjes, dan een stukje wol. En dat vervolgens aanmaken met onze firestarter van onze survival kit. Ja, instant. Hier, dat wol is zo goed. Okay, nu dat alleen gingen we niet heel erg goed om met onze lampolie die we hadden gevonden in een gebouw. Nee, gast. Je doet alles eruit. Oké, ik kan niet wat meer. Oké, nog even lekker dat visje goed doorpakken, zodat al het vlees niet meer rauw is. En we konden eindelijk eten na ongeveer 50 uur lang zonder voedsel te hebben gezeten. Eindelijk. Zo, hoppa, dat velletje af. Het is lekker gerookt trouwens ook. Hey, misschien wil die kat ook. Die kat wil zeker wel. Ja. Oh, we gaan huisdieren maken, gast. Bro, we hebben nou huisdieren gemaakt. Eindelijk voedsel. Ja. Wat eet je liever? Een AVG'tje thuis of vis? AVG'tje thuis, 100%. Zie je dit, Jurre? Dit is een oogbal. Het meest ranzige ooit. Gadverdamme. Wat is dit voor een glazen bolletje ook? Ah. Dat is fucking goor, ouwe. Oh, jij bent zo gek. Ah, jij bent een idioot, jongen. De gaatjes beginnen al tevoorschijn te komen, pik. Ja, die vis heb ik echt tot het laatste stukje vlees helemaal opgevreten voor elke calorie. En met een gevulde maag gaan wij lekker weer in ons oude appartementje slapen. En hopelijk een lekkere en rustige nachtrust tegemoet komen. Dit stinkt fucking erg, bro. Niet normaal. Ja, nou roken en zweet en alles en vis ook. Ik heb zeep voor je. Oké, deze eerder gevonden zeep komt nu heel erg goed van pas. Want ik stink echt heel erg. Wat rust iedereen? Slaap lekker. Right, het is dag 3, uur 72 of zoiets. Goedemorgen, man. Alright, laten we dat colaatje aanvallen, gast. Oh ja, dat geluidje. Dit is ook nog gewoon goede cola, hoor. Het ziet er wel een beetje verroest uit. En die branding, dat komt in 2003. Ja, maar ja. We zijn gisteren ook niet ziek geworden, dus dan nu ook weer. Hetzelfde colaatje. Daar gaat hij. Hoppa, lekker. Alright, en we kunnen ook even lekker tanden poetsen. Je kan namelijk met houtskool je tanden schoonmaken. Tja, we drinken natuurlijk super veel cola en we hebben geen tandpasta of tandenborstel. Dus dan moet je maar lekker creatief zijn. Wat? Deze man is gek. Ik heb nog een vieze tanden, man. Alright, ik ga even pissen. Oké, nadat mijn ochtendroutine was gedaan, ging ik even een platte grond maken van dit eiland op de muur. Oké, ik heb de map even uitgetekend en zoals je ziet hebben we al best wel veel gediscoverd. Alleen, wat is dat? Tja, we hadden dit grote gebouw ook al gespot met onze Google Maps, die we via een eSIM van Revolut konden bekijken. En dat is ook zeker niet de enige handige tool van Revolut, kan ik je vertellen. Ik kan mijn uitgaven bijhouden, ik kan een real-time wisselkoers gebruiken en je kan hier supersnel gewoon geld mee transferen. Gratis. Als jullie trouwens via de link in mijn beschrijving Revolut downloaden, krijgen jullie ook nog eens 20 euro gratis als welkomstpakket. Wie wil nou geen 20 euro? Ik download dan gelijk. Ja. Hier met die gratis 20 euro. Oké, goed. Laten we nu weer survivalen. Ja. Oké, dit is een verlaten school. Je ziet het terrein ook, een heel veld hier. Even kijken of hier wat eten is of een nieuwe slaapplek of iets wat we kunnen gebruiken om te overleven. Die komen niet op, man. Alles is op slot. Ja, helaas konden we dit schoolgebouw niet binnenkomen, omdat alles op slot zat. En dus besloten we maar lekker gebruik te maken van het veld. Ah, we moeten even een bal fixen. Ik wil ook wel even gaan voetballen of zo. Hier ligt een bal. Kijken wat ik nu vind. Ojo, die was clean. Ja, tot en met nu toe zijn we de hele survival aan het focussen op overleven. Dus een beetje lol konden we ook wel gebruiken om net even wat minder gestrest te zijn over onze volgende maaltijd. En hoe we dat deze keer weer voor elkaar gaan krijgen. Wat is dat? Nou, potje honkbal, gast. Laten we een potje honkbal. Ojo, gast. Home run, vriend, rennen. Het is toch eigenlijk bizar om te bedenken dat 30 jaar geleden er duizenden kinderen op deze school zaten die hier honderden potjes honkbal hebben gedaan. Maar nu door economie en oorlog is die werkelijkheid veranderd in slechts een herinnering. En een leeg verroest gebouw met een oude grasmat. Oké, raad eens wat ik heb gevonden hier, ouwe. Wat heb je gevonden?
Dan loop je echt urenlang rond. En als je een beetje goed om je heen kijkt, kom je gewoon voedsel tegen vanzelf. Hoe de Ik zag daar iets wits. Ah, ja. What the fuck? Eieren. Oké, ons nieuwe doel is duidelijk. Deze net gevonden vogel of slangeneitjes ergens proberen te koken. Waar we dus wat water, een pannetje en een vuurtje voor nodig hebben. En bam, we hebben weer voedsel. En dus gingen ik en Jurre naar een gebouw toe waar we nog niet eerder zijn geweest. Oké, even kijken. Doe deze kraan het nog. Kijk eens waar we zijn, gast. Hoe kan die kraan het nog doen? Gast, hier kunnen we de eieren in koken. Wat hebben we alleen nog nodig? Een pannetje. Zo, kijk die schimmel, joh. Oké, we hebben een pan gevonden. Of een pan is eigenlijk een theepot. Hier water in doen. Dit is perfect, gast. Ja, dit is beter. Dit is goed. Ik blijf me verbazen hoe je water uitkomt. Waar komt het überhaupt vandaan? Oké, we hebben nu letterlijk een pannetje met water. En nu alleen nog vuur. Maar voordat we weer een fikkie gingen stoken, gingen we eerst nog even kloten. Oké, Jurre. Ja, doet. Zou die het nog doen? Kijk wat ik heb gevonden. Nooit een keer. Kijk, kijk. Pinnetje eruit. Wat? Pinnetje eruit. Oh, hoe weet je hoe dit ding werkt? Nee, dat ga je niet doen. Ja, tuurlijk. Het is roze. Dit kan giftig zijn, gast. We moeten hier weg, we moeten hier weg. Oh, het staat helemaal blank. We moeten hier weg. Oké, we hebben nu even genoeg gekloot en plezier gehad. Nu was het namelijk eindelijk tijd om die eieren te gaan koken. En als eerste maakten we een soort van tripod met twee stenen, waar we dus die theepot op gaan hangen, zodat het boven het vuurtje zit. Oké, dit is onze geniale eikookconstructie. Ik doe de eieren erin. Pyromaan, ik laat het nu aan jou over. Ja. Ja? Heb je hem? Dat bol is top. Oké, de water gaat natuurlijk niet zomaar koken. Het moet echt consistent voor een kwartiertje gaan branden. En dus pakte ik super veel hout. En dan hoef ik het alleen nog te geven aan Jurre de pyromaan en dan komt het wel goed. Alright, zoals je ziet bubbelt het. Ja, het is officieel aan het koken. Oh, gast, ik kan niet geloven dat wij gewoon een vis hebben gevangen. Nu die eitjes hebben gevonden. Ja, we zijn zonder dolle echt dikke survival experts. Die moet je ons wel even geven. Oké, dat is één ei. Alright, vier hele mooie eitjes. Ah, het meurt echt een ei. Heerlijk gekookt, gast. Ik kan nog wel wat zout gebruiken trouwens, maar we hebben hier geen seasoning natuurlijk. Niet liegen, het is fucking goor. Nee, het is oprecht gewoon een eitje. Oké. Ja, dat eitje was nog best wel tevreden. Maar goed, we trokken weer verder terug naar de verlaten supermarkt om weer even lekker coletjes in te gaan slaan. Oké, we zijn weer in de buurt van de verlaten supermarkt om nog even onze cola voorraad bij te vullen. Zo, ik pak nog even wat colaatjes. Oké, dat is wel genoeg, denk ik. Alright, laten we nu even gaan kutten, zwemmen en gewoon plezier hebben, gast. Ja, en Jurre had meteen weer een half kapotte brandblusser gespot. En dit betekent maar één ding. Kloten. Dus je doet het ook nog, hoor. Zit gewoon een pin in. Laten we weer gaan kloten, gast. Ik vind dat echt geweldig. En dit is mooi. Doe je ding, Jurre. Kloten. Pin eruit. Ja, dit is echt het domste wat je ooit kan doen. Een brandblusser gebruiken die zwaar over de datum is. Maat! Tja, ondanks de zware opnames en het overleven geniet ik toch wel enorm van momenten zoals deze. Waarin ik met een van mijn beste vrienden aan het lachen en het kloten ben. Helemaal midden in Japan op een of ander verlaten eiland vol met leegstaande huizen. Maar goed, morgen is het dag 4. En willen we onze laatste nacht in stijl afsluiten. Namelijk overnachten in een ziekenhuis. Oké, we zijn in het ziekenhuis aangekomen en op de laatste nacht gaan we gewoon op bedden pitten. Wie kan nou zeggen dat hij in een verlaten ziekenhuis heeft geslapen? Kom op. Iedereen wel te rusten. De 100 uur zit er bijna op. Oh, wat verlang ik naar patat en friet. Ik heb echt gewoon geen slaap gehad. Het is echt niet normaal. Ik kon er beter in dat andere appartementje. Maar goed, Frank ligt nog wel te slapen. Auwe! Goedemorgen, man. Laten we hier weggaan. Goed, we gaan eerst even... Tenminste, ik ga even ontbijten, gast. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ga je vasten? Tja, het was bizar om te bedenken om zoveel uren hier rond te hebben gezworven dat het gewoon bijna klaar was. Het voelde net alsof je gewoon in een stad rondloopt waar iedereen opeens is uitgestorven en jij als laatste met je maat nog over bent. Ik vind het zo vies. Je weet niet eens van welk beest dat is, echt waar. Het stinkt ook zo, hè. Gadverdamme. Eet die spin. Ja? Nee! Het is zo goor.
Bro, ik honger liever uit. Ik ben zo mager. Holy fuck. Ik ben zo mager. Nee, gast. Jij bent mager, ouwe. Ik moet straks naar de McDonald's. Lekker, man. Alright, de 100 uur zitten er volledig op. Dit was de Survival Revolut. Bedankt voor het sponsoren. Check de link in de beschrijving of de vastgezette reactie. Voor 20 euro gratis. En tot de volgende keer.